Yo mensen, mijn naam is Sven en Koen staat voor mijn deur met deze auto. De welbekende 107. En die gaan we vandaag omruilen. Ewa Kuno! Een auto omruilen! Dat zei ik net ook ja, al! Daar een speciale auto! Ja, daar ben ik echt benieuwd naar, ja. Dus laten we gaan. Oké, Koen, het is tijd om deze auto in te leveren, maar nog een klein pompje. Nou, dit geluid hebben we straks dus totaal niet. Nee, maar ook al is de klep dicht, hebben we dat geluid ook niet. Nee, let maar op, want we hebben namelijk een elektrische auto. Niet zomaar een. We komen binnen, ik zie dit. Ja, maar dit is het niet. Als er nog een doek over lag, dan heb ik een cadeautje gekregen. We hebben een auto mee. Yeah. En dat is deze. Hé, maar even serieus. Check die binnenkant. Check die binnenkant. Hé, maar deze binnen... Oh, check die hond. Hé. Pok. Zo, hij is die zacht. Die is heel zacht. Lief, hè? Hoe oud is die? 12 weken. Ja, zeker. Verspreken over op happen. Maar ik heb echt het idee af van hem hebben gekocht. Met zo'n bordje. Misschien is dat ook wel zo. Ja. Ook nog twee van die kleine auto's. Hoe vet zou het zijn? Ruist. Ja man, ik zweer, dit zou zo... Kijk hoe vet. Even serieus. Een Peugeot. En kijk hoe mooi, hè? Let op. Gewoon vanaf... Oh, je ziet het nu. Ja, niet. We laten straks alles van zien. Van indirecte verlichting en noem maar op. Kunnen we deze niet inruilen voor ons in ons even? Een beetje bijleggen. Het is wel lekker, hoor. Krijgen we ook nog van de staat 4K terug, elektrisch. Plus even kijken hoe dat rijdt. Ja. Laten we hem even meenemen en een dagje erop uit. En pakketten wegbrengen, want we hebben nog voor Car Wash For You hebben we nog pakketten. Twee pakketten die we moeten wegbrengen, die gaan we misschien ook persoonlijk brengen. Eentje wordt volgens mij naar Apeldoorn, ja. Apeldoorn. En we moeten een pakket brengen van Peugeot zelf, want dat moet op onze andere auto. Het is zo bijzonder voor zo'n auto. Want het is elektrisch, niet warm rijden. Slipte die nou al? Ja, hij slipte gewoon. Ja. Dus die bandjes. Maar je hoort geen geluid, dus jullie kunnen niet echt ervaren hoe snel dit daadwerkelijk is. Nee, het is gewoon echt zo'n... Ja, ja, en hij stond niet eens op sport, want je kan hem dan zetten op sport en dan gaat hij echt... Maar ja, ik kan wel doen zo. Maar kijk, ja, je voelt het, ja, het is wel dat hij... Ja. Mijn hoofdje gaat wel er tegenaan. Ja. Maar heel lastig om camera uit te leggen hoe dit voelt. Klopt. Maar het rijdt lekker op. Kijk jongens, je ziet hier ook, zie je staan normaal. Hij stond net op eco en nu staat hij op sport. Ja, doe maar. Komt hij? Even wachten tot we een beetje ruimte hebben. Dit is sport. Dit is echt. Je hoort hem ook zo echt zo'n Teslaatje. Hoe snel kan dat gaan? Kijk die teller. Doe eens even pompie. Ja, trekt hem wel lekker door. Ja, het is echt niet normaal. Ik moet even oppassen voor flitspalen, dus ik ga een beetje rustig naar de achter. Dus denk ik echt, wat doe ik? Ja. Die denken, wat is dit voor proefrit? Ja, hij trekt hem echt, hij trekt die neus naar achter. Ja, het is echt, het is echt lekker. Sick. Nou, op naar Apeldoorn. En we zijn weer aangekomen bij BJ Electronics and Street Customs. Ja, ja. Want onze auto's staan hier nog. Alleen er staat nu wel waarschijnlijk een video online. Nou, misschien, hou ons hoofdkraai in de gaten, want dan ga je weten wat er is gebeurd. Ja. Blijft een mooi dingetje. Ik vind dat dak heel mooi zo zwart. Ja. Ik heb pakketjes die we moeten even afleveren. De auto even wat eten halen. Ja. Man, even lekker broodje kip. Oh. Iedereen vraagt zich natuurlijk af hoeveel 0 naar 100 doet deze. Inderdaad, dat vraag ik me ook. 8 seconden, dus het valt mee, maar het ziet er leuk uit. Maar, let op. Vanuit stilstand. Vanuit stilstand. Soort van lounge control. Jezus. Klaar voor? Ja, heel spin. Ik ga niet naar de 100, want het is natuurlijk. Ja, het is lekker. Na de 60 gaat heel rap en daarna kakt hij een beetje in. Hij is niet sneller dan onze GT, is dat niet? Nee. Dus wij hebben tot nu toe nog steeds de snelste Peugeot dat er is. Remy heeft onze auto gejat. Remy rijdt normaal in een RS6. En nu gaat hij in zijn Peugeotje, hoor. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat is, ja. Best wel grappig. Best wel grappig. Ja, hè? Ja. Genoeg oplaadpunten? Nee, bijna leeg. 80 kilometer. We dachten, jullie hadden een paal. Ja, wij dachten, jullie hebben een laadpaal. Ja, Remy heeft een paal. Nee. Ja. De actieradius is 24 kilometer. We zijn de hele dag aan het rijden. Ja, we zijn echt gewoon de hele dag rijden tot hij eigenlijk leeg was. We wilden eigenlijk bij de Mackie gaan laden. Maar we moeten nog eventjes wat stickers versturen, want er zijn alweer bestellingen geweest vandaag. Ja. Dus ja, en die moeten we op tijd hun pakketjes krijgen. Dus we gaan even snel pakketten versturen, opladen en daarna gaan we misschien nog even bij Mackie opladen. Bijzonder, want je hebt echt altijd vooraan bij de winkels, vooraan bij de Mac. Overal kan je vooraan staan, je hebt overal plek. Dat is lekker. Want je laden is vooraan. Ja, want het is net een rolstoelplek. Ja. Want je hebt echt vet veel voordelen aan elektrisch. Ja. Dus wie weet in de toekomst. Maar op zich, hij voor nu wel dat geluid wel even lekker vinden hoor. Ja, ik ook. Onze GT. Ja, zeker. De paal is daar, maar de stekker moet aan deze kant. Dus ik denk niet dat dit stuk, dat hij dat kan overbruggen. Ik denk het ook niet, maar we gaan het even testen. Het is wel een beuker van een kabel hoor. Ja, hij is best wel lang hoor. Ja, dit redt hij wel. We hebben eerst een pas nodig. Ja, heb ik. Oh, volgens mij mogen we.
Wachten. Ah, hier heb ik hem al. Hij is laden. Ja, hij is op slot. Ja, hij is laden. Ja. Kijk. Maar is het een snellader? Alleen opladen elektrisch voertuigen. Laten wij net een elektrisch voertuig hebben. Godsamme. Oh shit. Wat? Sleutel. Oh. Ik dacht, Remy heeft de sleutel nog in zijn zak. Kijk, dat is helemaal een mooi ding. Een elektrische step. Een elektrische step lijkt het gewoon helemaal. Nou, we kunnen. We hebben minder dan een uur geladen. Ik denk 3 kwartier. En we hadden 5 bestellingen. Ja. Dus dat is een sticker voor jou. Maar hoeveel is de radius? Want dit is volgens mij geen lader, snellader. Nee, dit is geen snellader. Ja, 38 kilometer. 40. En we zaten op 28. Dus het is geen snellader. Dus we moeten even naar Mackie. Ja. IJsja. Maar eerst even een bestelling wegbrengen, want die woont ook hier in de buurt. En die brengen we altijd. Ja, is goed. Ja, inderdaad, mensen die relatief in de buurt wonen, die ber ja, eigenlijk bijna altijd. Ja. Actieradius is weer 20, want we hebben weer een stukje gereden. Klopt dus, we moeten naar de Mackie. Kijk, links. Oh, VIP! Dat vinden wij niet erg hoor. Nee, kijk eens. Kijk hoe breed de parkeerplek is. Jongen, jongen. Voor de, normaal als we hier staan worden we weggestuurd. Ja, nou jongen, die rijdt hier lekker. Echt wel. Ja, ja. Ik nou, zeg, pak de pas en laden maar. Welk willen we? De AC, de CCS of de CHADEMO? De boeien. Ik denk de AC. Deze, hè? Ja, want die hebben we niet, maar die wel, denk ik. Of die? Nee, die hebben we ook niet. Kijk. Bliep! Doet die bliep? Redt hij het? Dat meen je niet. Hij kan echt niet langer. Een millimeter, hè? Past die? Ja. We maken gewoon een waslijn. Nee, hij past niet. Hij past niet. Nou, hij moet er wel recht in. Ja, probeer jij hem er eens met 2 handen? Met zijn klep open nog, hè? Hier zijn veel mensen tegenaan geketst. Ja? Ja, check dat paaltje. Die zien ze echt niet hoor. Oh ja, die is echt veel tegenaan geramd. Nou. Helemaal beschadigd. Plug and play. Laat het open. Wat willen we? Ja, de snelle hè. Wat is dit? Gewoon start, of niet? Ik wil echt turbo. Dit is turbo. Oh nee, we hebben de AC. Gebruik uw telefoon om de... Ja, nee, je bijna... elkaar, toch? Ja, hier, kijk. Hey. U hebt toestemming om te laden. Hij laat? Nee, laat nog niet. Laden beginnen. Pompen met dat ding. Turbo laden dit. Ja, maar kijk hier, snelladerpunt. Moeten we die indrukken of niet? Nee, dan moet die stoppen. Ja. Laat mij het goede nieuws vertellen, want we moeten nog 40 kilometer terug naar Hilversum. Heeft hij gezegd hoeveel hij heeft geladen? Nee. Ah, jawel. 21 minuten. Ja, en 2000 kilowatt. Volgens mij is dat echt moker weinig. Ik heb echt... Volgens mij is het echt 10 cent per alleen kilowatt. Wat het wel is, we hebben wel lekker gegeten. Ja. Maar de Mackie was bijna duur. Ja. Maar goed. Sowieso tanken is nu gratis. Ja, voor ons is het nu gratis. Kom op, 40. 40 redden we het. 30. Nee. Oh, ik zei 2 kilowatt. Ja. We gaan gewoon. Dat is echt... Het is niet zo dat er een AWB'tje komt met een jerrycan, hè? Dat is het niet. We krijgen nog... Nou. Het is wel belangrijk dat je nu rustig gaat ja, rijden. Ja, precies. En niet op sport. Dus gaat hij wel... Snel. 32. Maar dat redden we wel. Ja. Maar dit ding is echt moken snel. Het voelt heel apart. Het voelt raar. Hij is 8 seconden op de 100. Ja, maar dat is niet snel. Dat is niet heel erg snel. Nee. Mijn auto is onder de 6 seconden. Maar dit voelt gewoon. Dit voelt gewoon echt raar. Ja, maar het lijkt de hele tijd of je in z'n 1 zit. Waar moet ik eigenlijk heen? Nee, Hilversum. Oh ja, naar rechts. Nou, vanaf... Ja, doe maar je. Maar het voelt gewoon... Ik weet niet, het voelt gewoon heel apart. Maar ik weet... Misschien redden we het echt gewoon niet, hè? Dus, oh, we kunnen nu alweer 38 kilometer. Oh, joh. Je loopt de trap en je krijgt gratis benzine. Kilometers. Elektra. Lekker. En dan zet ik hem eventjes in B. Dat B is van... Dat hij oplaadt. Dat hij oplaadt. Dat gaat helemaal goed komen. Let's go. 33 kilometer is het rijden. En hij staat op 32 kilometer. We kunnen nog 32 kilometer rijden. Dat kunnen we ook hierop zien of niet? Nou, hier zien ze dat we hebben lopen gassen. Ja, hier zie je hoeveel gas we geven. Maar dit is 33 kilometer dus nog. En ik kan nog 32 kilometer rijden. En we gaan... Ja, dit wordt leuk. Ja. Zo! Racer! Juist! Lounge komt. Nou, weer 10 kilometer meer. Oh mijn god. Het is wel echt leuk. Nou, als we straks op de vangrail of de vluchtstrook staan... Ja, dat is leuk. Nee. Maar het lijkt nu echt alsof we hem afrachen, maar het valt echt wel mee. Ja, 5,5 kilometer. Nog 10 kilometer te gaan. 10 op de teller. Moet kunnen, moet kunnen. Ah, redden we wel. Ja joh. Ja, makkelijk. Maar ik vraag me eigenlijk ook een beetje af, wat gebeurt er als hij wel leeg is? Ja, we zaten net op te praten. Maar gaat hij nou echt gewoon in één keer lampen uit, airco, alles? We kunnen elektrisch. Aan de verkoper vragen bij de hoeveel likes we dat mogen doen. Mee krijgen voor een week lang. En dan gaan we naar Frankrijk. En dat een Peugeot ons hotels betaalt en zo.
Ja. En ons deze pas krijgen we. Ja, die pas. Die laat ik goed. Kijk eens, ons autootje die geeft aan dat hij geen accu meer heeft. Want normaal zie je hier al die accu dingetjes branden, maar die zijn nu allemaal uit. Maar je kan ook nog maar 8 kilometer. Maar we zijn echt bijna. Ja. Dat is echt spannend hoor. Ik vind het echt. Moet ik hier rechtdoor of links-rechts? Ga maar rechtdoor. Oh, een rondje van het huis. Nee. Ja, rechtdoor. Ah, je staat nog steeds in sport, je hebt geen stress hoor. Nog 2,9 kilometer. Ja, ik wil wel blijven. Wat? Sport zetten, is dat slim? Tuurlijk, 2. Au joh, gas met 8. Ik wil hem echt op 1 zien staan. Ja. Dat we hem echt de laatste 10 meter moeten duwen. Dat we denken, oei. Ik wil even een record verbreken. Moet je even kijken of ik geen vleesbal heb. Hier was geen vleesbal, toch? Weet ik niet. We hebben getekend, de boete is voor ons. Ja, precies. Tot een limiet. Oei. 6 kilometer en we zijn er. 6 kilometer. Sla rechtsaf. En we zijn leeg, maar we zijn er nu al. Want het is hier om de hoek. Ja, je hebt hier gewoon een oplaadpunt. Dus hun kunnen hem de hele nacht laden. En dan is hij weer klaar voor morgen. Easy. Dus ik zeg Frankrijk. Ja, ik zeg doe. Peugeot Nederland als jullie dit zien. Hij rijdt lekker. Hij rijdt zeker lekker. Hij rijdt... Dit trekt wel de berg in, denk ik. Maar hoe is het in het buitenland, denk je? Met laadpunt, want in Nederland heb je echt mokerveel. Maar één manier achter, Koen. Doen. Gewoon erin. Groen moet je doen. Hij heeft een Carwash for you nodig. Ja, hè? Van McQuire's... McQuire's productje. Hé, maar hij rijdt echt lekker. Hij rijdt heerlijk. Nou, inleveren met die 6 kilometer. Helaas. En we hebben weer benzine en geluid. Dat klinkt lekker. Hij is een beetje koud. Ja. Maar dit is weer anders. Dit is weer echt anders. Schakelen, helemaal saai en alles. Klinkt helemaal goed. Maar wie weet, jongens, gaan we naar buiten. We hebben het voorgesteld. We hebben het niet bij x aantal likes, want er zit een marketingbureau tussen. Er zit even wat moeilijks tussen. Maar we gaan het proberen te regelen, jongens. Ja. Dus wie weet, binnenkort Oostenrijk. Dat wij vast staan op een berg zonder... Of anders, een ander bedrijf. Ja, hey. Wie het eerst is, wij die... Precies. Later, mensen.